de rest van je hele vieze... van mijn bed gelegd, omdat ik natuurlijk uitspraken heb gedaan terwijl ik in Rotterdam aan het filmen was tijdens de rellen, de schoten vielen. Maar ik weet, net zoals iedereen hier er verstand van heeft, dat de politie op dat moment nooit hun vuurwapen had mogen gebruiken. Veel mensen was een hele schokkende ervaring en ik heb daar uitspraken gedaan. Dat ik soms denk, iedereen kent mijn spreuk, ACAB, alle corrupte ambtenaren bestraffen. En ik heb zeg maar in die strand gewoon mijn dingen afgevraagd. Niks meer, niks minder. En dat willen ze me nou ten laste leggen. Dus dat zal binnenkort uitgebreid behandeld worden. En ik ben natuurlijk overtuigd van mijn onschuld. En ik blijf het jammer vinden dat er in Nederland twee klassen justitie is. Waarbij de afgelopen weken ik heel veel keren geprobeerd heb aangifte te doen van tegen mensen die mij echt bedreigen. Politieagenten die mij echt geslagen hebben, wat allemaal op beeld staat. Dat wordt allemaal geseponeerd. Als je zelf bepaalde vragen stelt, wat voor bepaalde rechtsvragen, dan sturen ze een arrestatieteam bij je langs. Ik mag geen strafbare uitspraken doen. Ik vind dat ik dat helemaal niet doe. Maar tot aan de rechtsstaat, tot aan de rechtszaak, op het gesprek met mijn advocaat, let ik een beetje wat ik zeg. Maar één ding blijft, ACAB, alle corrupte ambtenaren bestraffen. En de rest komt in de komende 2 weken. 22 maart staat de rechtszaak gepland. Dankjewel.